Wilco, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was geen mooie wedstrijd om te zien, maar het vechten van beide kanten, dat was het mooiste om te zien. Ja, en dat kunnen we tegenwoordig heel goed. En we hebben ook te maken met de omstandigheden. Je hoort het misschien, er staat heel veel wind. En het veld was ook niet zo geweldig. Dus het was zaak om zelf niet in de problemen te komen. Kijken wanneer het tot scoren kan komen. En dan bij de tegenstander alle illusie weghalen. En dat hebben we goed gedaan. Eerste helft met name vond ik van Jeleny af en toe een beetje te snel dat hij de bal wilde spelen. En af en toe weer te langzaam door de buitenspel situatie ontstond. Hè? Nou, ik kan die situaties nu niet voor me halen, maar Jelle is natuurlijk een jongen. Nou, ene keer dat Leo er op de middenlijn, dat die Leo eruit zag lopen en dat hij te lang wachtte met spelen. Ja, dat klopt. Maar goed, deze jongen is een JO19 speler, waarvan we er overigens wel een paar hebben in ons team. En die moeten gewoon wat dat betreft nog heel veel leren. Dus dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Ik vind het alleen maar geweldig dat deze jongen, hij wordt nu geloof ik geïnterviewd door iemand van het AD, dat hij het fantastisch oppakt. Dat er die laatste wedstrijden qua doelpunten 1-1 staat. En vandaag heeft hij ook weer een assist afgeleverd. Dus ik ben dik tevreden met Jelle. Nee, maar dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Hij doet het voor de rest goed. Maar ik wil alleen maar zeggen, dat is misschien nog de jeugdigheid die nog in zijn spel zit. Ja, maar dat is ook niet gek als hij nog tweedejaars JO19 speelt. Dus, Verder, jouw analyse op deze wedstrijd? Ik vond het, dat heb ik de jongens ook aangegeven, ik vond het een hele lastige wedstrijd door de omstandigheden. Nogmaals, het veld was niet best. Er staat heel veel wind dwars over het veld. Dus we hebben wel wat tips gegeven aan de jongens om daarmee om te gaan. En we hebben gezegd, hou die nul. Nou ja, dat zal iedere trainer zeggen, denk ik. Dat hebben ze prima gedaan. We hebben goed in de discipline gespeeld. En de jongens, we hebben het op de bank ook gezegd, wij kunnen uit het niets kunnen we doelpunten scoren. En dat hebben we vandaag in de eerste helft weer laten zien. Je staat op 2-0, ja, en dan hoef je eigenlijk niet meer. Tweede helft heb je misschien nog één of twee kansen gehad om die score verder uit te breiden. Dat is misschien het enige wat je nog kan verwijten. Ja, Leo had inderdaad wel een kansje en ik geloof dat Jelle ook nog een kansje gekregen heeft. En die was er een keer doorheen en werd die onderuit geschoffeld door hun nummer 14, geloof ik, hun aanval. Ja, die kreeg ook rood. Die kreeg ook terecht een rode kaart. Ja. Of het nou buitenspel was, dat is een tweede natuurlijk, hè? Ja, kan ik niet beoordelen vanaf mijn positie. Maar Jelle die doet dat wel heel goed, want hij zet zijn lichaam ertussen. En daardoor brengt hij die tegenstander ook in de problemen. En die heeft hem uiteindelijk ook onderuit gehaald. En dat was terecht een rode kaart. En andere conclusies, doen we Patrick van der Reest. Had zij hem misschien nog ineens bijna om hoeven te kleden. Zo weinig heeft hij te doen gehad. Hij heeft niet veel te doen gehad, maar de dingen die hij moest doen, deed hij goed. Daar staat dit hele seizoen al goed voor. Ja, zonder meer. Wilco, succes volgende week. En de aansluiting met SEC die blijft. Nou ja, we staan op 4 punten. Ze hebben vandaag gewonnen. Dus helaas blijft het gat 4 punten. Dus, maar ja, we moeten ervoor blijven gaan. Ja, maar je blijft wel in hun voetsporen. Als je hier had verloren, sta je op 7 punten. Dus wat dat betreft moeten wij de druk daar neerleggen door zelf te blijven winnen. Ja, en dan moeten we volgende week naar MMO en dan moeten we maar weer winnen. En je maakt het gat met kikkers groter. Ja, dat is 10 punten geworden. Dus dat is wel netjes.